ik ga niet suspicious doen. Minimaal voor 100 meter van u blijven. Maar dat mag ook niet, hè? 140 per uur. Wat vraagt de dief tegen u? Dat ik sneller moet rijden. Doe dat gewoon voorlopig. Schiet hij u anders dood? Ja. Oké, doe dat dan. Rij, je mag... Ja, je mag te zien dat dat nog termijn zit. Oké. Ga. Rijd 200. Ik kom achter u aan. Ik blijf even hier. En als u op de bestemming bent, zeg het. Ik kom zo snel mogelijk naar u. Oké. Nu ga ik heel zachtjes rijden. En wat vraagt hij zo al tegen u? Buiten sneller rijden. Ja, ik ben op de vennen. Ik ben op de bestemming. Oké, kom ik. Stapt uit. Nee, nog niet. Oké, dan wacht. Oh, ik moet ergens anders zijn. Want zijn mij niet zeker. Serieus, weet je, ga maar. Zeg als je op de echte bestemming bent, dan kan ik hem overrijden. Overrijden is altijd leuk om te doen. Oké. En als de boef vaart... Ik moet hier rechtsaf? Huh? Wat is er aan de hand? Moest er opeens rechtsaf van die meneer, hè? Ik snap het echt niet meer. En nu moet ik omkleren. Jezus. Zeg tegen die politieman, of tegen die boef, dat ik ergens anders tegen iemand anders bezig was. Oké. Hij was tegen iemand anders bezig. Oké. Oh! Ja, ik ben er. Hoe snel mogelijk af? Ik ben later op zoek. Dat is raar. Waar ben je? Oh, je bent hier. Ik heb sowieso geholpen. Is het een bank? Is het een oude bank? Toch van, ja. Oké, ik ben er. Je bent nu wel aan het rijden. Moet je al stoppen van hem? Nee. Oh ja. Oh, we zijn hier aan het shoppingcentrum. Oké. Ik zie jullie. Niet zo special bedoel. Oké, parkeer maar. Doe maar, joh. Hij is uitgestapt. Nu. Gaan. Oh, ik draai een vrolijke donut bijna. Wacht, hè. Ik ga je even hem ondervragen. Oké, hij staat stil. Even kijken. Oh, hij rent weg. Hij is best snel. Maar, oh, hij steelt een auto. Oké, go. Hij steelt een auto. Moet ik mee? Ja, doe maar. Ik ga hem proberen laten stoppen. Ik heb hem gestopt. Oh nee, ik had hem gestopt. Oké. ID. Die G-mate, moet ik hem meebrengen naar de gevangenis? Of wil jij dat doen? Hij rijdt weg. Oh, dat doe ik wel. Oké, ja, doe maar, joh. Jij nu mag... Wacht, ik zal hem wel even in de boeien slaan. Dank u. Alsjeblieft, meneer. Oké, pak hem maar. Pakt u maar de taxi, hoor. Doe maar. Oké, pakt u maar. Hier staan toevallig bouwvakkers die ik even niet omver... En zou ik nog een melding hebben? Misschien. Ik ga even wachten. De politie aan het kantoor is hier volgens mij vlakbij. Ja, doe maar, joh. Jongens, hebben jullie nou genoten van deze roleplay? Van de eerste roleplay, want in deze video gaan we twee roleplays doen. Dan zou ik zeker even duimpje achter laten en even abonneren. De tweede roleplay die we gaan doen... Ja, like. En de tweede roleplay die we gaan doen... is ik ben nog steeds de politie.
ik krijg mijn tweede oproep. En, allebei politie, alweer. Ja, dus wij zijn allebei politie. En er zit iemand in escape in een auto die niet van hem is. Dus, ja, en jongens, daar niet op letten. Ik ben 9-11, dus 911. Ja, ik ben 112. Ja, ik ben de politie van Amerika. Ik ben... Ik weet niet waarom. Oké, maar je bepast er wel bij op. Oké, jongens. Gaan we maar een drol bij, denk ik. Oké, hallo collega. Heb je zin om een donut te gaan halen? Ja. Oh, dan zijn we een beetje voorbij gereden, want de shoppingcenter is een beetje de andere kant op. Oh, mag het toch niet draaien? Ja, skip dat, joh. Ja, wat vraag. Ja, maar wij zijn kops. Kijk, hoor. Lekker shoppen. Wil je hamburger? Ik pak de handen gerekt af en toe. Ik pak de handen. Oh ja, je gaat naar de Burger King. Oké, ik ga shopping gaan. Sure. Sher. Hallo? Nee, ik ga met Fleury halen. Ja. Hallo? Ik ben van de politie, ik krijg alles gratis. Nee. Voor mij één Big Mac, alsjeblieft. En een. En als het kan ook nog een. Een cola, een grote cola, ja. Bedankt. Hallo, voor mij één McFlurry, één Big Friet. Nee, ik pak maar gewoon een Happy Meal. Één McFlurry Oreo met M&M's. En één Fantasje. Komt eraan. Oké, dankjewel. Doei. Collega, kom even bij mij staan. Ga lekker snibbelen. Snibbelen. Lekker, Big Mac. Yo, ik ben er. Yo. Voilà. Soms is het wel uit als we snibbelen. Snibbel. Oh, zalig. Dit is echt zalig. Zalig zomerdag. Oh, ik krijg alarm. Ik ook. Ik doe even kijken wat het is. Oh, oproep. Oké, wat is het? Auto gejat. Oké, let's go. Sirenes aan. De Nederlandse politie sirene klinkt niet zo. Dat is wel nice. En trouwens, even onderling. Lennart, je moet eens je toeter 2 seconden inhouden en dan terug los en dan terug. Snap je? Dan lijkt het op sirene. Even terug naar de auto. Ik rijd 310. Ik rijd 100. Oké, de gejatte auto is nu voor ons. Even sirene zet. Kom op het groen. Kom. Heel traag. Hij zit in een camion. Ik ben bij hem. Waar zit allemaal drugs in zijn camion? Ik ben stil. Meneer, stapt u uit? Stapt u uit? Geef uw ID. Oké, bedankt. Even kijken naar jouw ID. Oh ja. Goed geprobeerd, alleen. Dat wordt saal. Je luister splits het wel onder de drugs, dus ik wil niet veel zeggen. Oké, bedankt voor de 8000 euro boete en nu zijn we weg.
Trouwens, nee. Druk, kom hier. Niet doen, hè. Niet meer doen. Of als we nog één keer doen, is het 5 jaar zelf. Hou dit al eens gestolen. Op een andere rijbak? Ja. Ja, oké, je staat op een andere rijbak. Oké, ik ga verder met mijn Big Mac. Als je het niet erg vindt. Dus ik ga hier staan. Ja, ik ook. Kom maar. Pak even gewoon een parking, hè. Nou, we mogen hier toch op straat gaan. Ik ga even frietjes eten of zo. Moet ik denken. Ja, we kunnen het er wel even eten. Voilà. Politie is toch zwaar. Oh, oh, zie je die linkse man? Ja? Die links van ons? Die zat gewoon door die ruit te kijken. Hij zit middelvinger uit. Hij zat serieus gewoon door die ruit. Zie je? Hij zit middelvinger uit. Meneer! Vindt u dat normaal? Oh. Daar zit niet eens een meneer in. Nee, maar die staat hier wel. Ah ja, inderdaad. Oké, okay, oké, okay, okay. Het is brood! Waarom kunnen we nooit gewoon onze Big Mac opeten? Dat jullie die druk zijn. Oh! Bedankt voor het duw. Ja. Wacht maar, dit is niet nodig. Politiegeld. Moet jij zeggen mijn Ferrari, ik heb maar een Mercedes. Dan maar, het is wel een. Ja, ik heb een Nitro auto. Dat kan jij niet zeggen. Oh, ja, ik zie iemand, denk ik. Ik zag iemand. Hij reed vol weg. Waarom zou je dat als ontsnappingsauto willen? Oh. Dus, waarom zou je deze auto als ontsnappingsauto willen? Sorry meneer, die Ford moet je even aan de kant stellen. Nee, ik hou dit verkeerd. Oh, het is een mevrouw. Wat heb je? Heb je een winkel beroofd? Niet meer doen. Oké, okay, niet meer doen. Dat is dan een check van 8000 euro. Bedankt. Als je stilt, moet je weer betalen. En trouwens, nu moeten we wel naar de winkel rijden om al die spullen even terug te brengen. Hè? Ja, kom hier. Wat even de... En dit was volgens mij onze laatste oproep van dag. Tijdens dat er nu nog ineens een oproep komt, ik hoop het niet. Maar het zal altijd kunnen. Oh, heb je die drift gezien, collega? Ja. Oeh. Dus wanneer heb jij een nitro de bak? De bak aan de bak. Lekker bezig, maar kan jij dit? Woe! En dan bord je bijna tegen de boom. Hé, hey, lantaarnpaal! That's what I can do, 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 do. Oké, okay, let's go. We zijn bij het tankstation. Je bent er helemaal voorbij gereden. Collega? Ik ging niet naar het shoppingcentrum. Nee, we gingen naar de... We moesten alles terugbrengen, hè. De tankstation is beroofd. Ah, bedankt. Hé, hey, kijk, daar heb ik weer een beetje volgers van gekregen. Ja, altijd politievolgers, hè. Altijd die volgers. Vond je het nu een leuke roleplay? Deze ook. Laat hem dan weten in de reacties. Geen duimpje. En vergeet natuurlijk niet te subscriben. Like en abonneer. Gewoon altijd. Ja, doe gewoon. Zie jullie bij de volgende roleplay.